eerste keer dat iemand dat ook vroeg om foto's te komen maken bij het verlies van een baby, zei ik direct ja. Ik heb namelijk geen foto's van mijn kindjes. Had ik dat maar. Ik had zo graag willen laten zien aan anderen, ja, hoeveel liefde ik voor ze heb. Terwijl ik er niet voor kan zorgen. Ja. Want in die tijd werd daar ook gewoon niet over nagedacht. Ook niet vanuit het ziekenhuis. Nee, dat is gelukkig wel redelijk veranderd. In ziekenhuizen wordt er nu wel aanbevolen van hey, het is misschien fijn om straks terug te kunnen kijken op mooie foto's. Dus we kunnen een fotograaf inhuren en daar zijn ook stichtingen voor. Hè? Make a Memory en Stichting Still, Stillborn geloof ik. Ja. Dus dat wordt nu wel echt anders gezien. Dat is wel heel prettig.